Super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we deze drie tints openmaken. Ja. Ik ben echt benieuwd wat erin zit. Dit is ook van de Crown Zenith collectie. Niet van de Silver Tempest collectie. Dus voor ons compleet nieuwe kaarten. Totaal geen idee wat de kaarten ook waard zijn. Dat ga ik later uitzoeken. Zullen we gewoon beginnen met die wat jij in de hand hebt? Ja. Oké. Totaal dus drie tints. Dat zijn de Galarian Birds. Dat is een Moltres, een Zetas en een Articuno tint. Ja, de tints zien er ook super mooi uit. Komen ook allemaal met een promo kaart zoals je kan zien. Dus de Zetas doos met de Zetas promo kaart erin. Ja. De Articuno doos met een Articuno promo kaart erin. En de Moltres doos, die vindt hij vast, met een Moltres promo kaart erin. Wil je een mesje hebben? Dat is misschien makkelijk om dat voor die los te halen. Yes. Yes, dat is dan de eerste tin. Ik zal even de camera zo pakken. Doe maar even hier, Jenty. Oké. Ja. Ja? Yes. Dus wat zit er in de tin? Oké. Dat begint met een full art promo kaart van Moltres. Ziet er super vet uit. Echt. En dan... Kom maar. Ook nog voor de camera die. Ja. Dit is dus de full art kaart dat je kan krijgen uit de Moltres tin. De centrering hier is ook niet heel geweldig, maar het valt nog mee. Heeft tenminste wel aan allebei de kanten een redelijke worden. Dus dit is de eerste kaart wat je kan krijgen. Op het moment dat jij zo'n tin haalt. Vier packs bij. Ja, en er zitten vier packs, vier booster packs zeg maar per tin. Ja. Super cool, dan zullen we allebei twee tins gaan openen. Ja. Ik zet deze even hier neer. Ja, zie je gaat zo. Super cool. Oké, ja? Kies jij er maar twee en dan maak ik de andere twee open. Yes. Wil jij beginnen of ik? Begin jij maar. Is goed. Voor deze video, de allereerste pack, Crown Zenith. De allereerste pack van de Moltres tin. 1, 2, 3, 4 kaarten naar voren. Promo kaart aan de kant. En daar gaan we dan. Water, Energy. Energy Switch. Krokorok. Lunatone. Baltoy. Galarian Meowth, Wilmer, Shinx, Corpish, hier, Radiant Chariabug en wat hebben we erachter? Enamorous ofzo, ken ik niet. Deze ga ik wel even sleeven. Dat is de eerste pool uit de Moltres tin. Yes, INT. De tweede pack uit de Moltres tin. Yes. Ja. Psychic Energy. Luxio. Metang. Shaymin. Cherubi. Starly. Switch. Execute, Love Disc, Baltoy en... Reverse Holo? Oh, Rayquaza VMAX! Oh. Yo, ik weet niet wat dat is. Die kaart ziet er super vet uit. Ik heb totaal geen idee wat die waard is. Laat ik je zo in de video zien. Wow, dat is de allereerste dikke pool wat wij uit de hele Crown Zenith items hebben gepakt, zeg maar. Zelfs de centrering ziet er hier netjes uit. Dit is echt een hele mooie kaart. Je kan hem wel laten graden. Super cool. Dat weet ik nog niet. Ik weet nog niet wat ik met deze kaarten ga doen. Maar wow, dat is... Dat is wel de eerste goede kaart. Dat is de allereerste goede pool wat we uit de Crown Zenith serie halen. Super tof. De derde pack uit de Moltres tin.
ga hierna nog de Articuno en de Zapdos tin openmaken. Dus, Eén, twee, drie, vier. Leuk alsof de kaarten bovenin een beetje beschadigd zijn. Dat is wel jammer. Oké. Fire Energy. Lost Vacuum. Great Ball. Solrock, ken ik niet, heb ik nog nooit gezien. Jinx, die hebben we al een paar keer gepakt nu. Corphish. Ponyard. Seal. Rukrof. Oh, hier, Solrock. Een full art, volgens mij, dit is de eerste full art. Nice. Van de. Hoe zeg je dat? Galarian Gallery of zo heet dat. Super vet. En wat hebben we erachter zitten? Scissor. Oké. Dit is wel cool. Dit is nice. Jazeker. Even een sleeve erom. Zet ik ook daarachter neer. En dan de laatste pack uit de Moltres tin. Ik hoop ook dat hij het goed zet. Ja, dat hoop ik ook. Maar we hebben al één super mooie pool hieruit. Ik heb echt geen idee wat die water is. Ik heb ook geen idee. Ook als er weer nog water zit, wel vet. Ja, hij ziet er heel vet uit. Maar meestal is Rayquaza wel een kaart waarvoor we ons naar het voet zetten. Eén, twee, drie, vier. Jammer dat er geen vierstak heb, KB zit. Komt ie, hè? Fighting Energy. Leron. Friends and Sinnoh. Gloom. Pokeball. Corphish. Oddish. Seal. Krikketot. Baltoy Reverse Holo. En wat hebben we erachter? Ik zie al wat moois. Oh, Glacier V! Wow, dat is ook een super vette kaart, hé. En volgens mij, die centrering ziet er ook redelijk strak uit. Ja, hé, hey, dat zijn twee pools. Twee pools vanuit Yanti en één pool uit de Galarian Gallery. Super cool, Yanti. Oh. Ja, dat zijn, je trekt een mooie kaarten uit. Dat is wel echt vet. Ja. Dit zijn dus de pools die we hebben gepakt. Uit de Moltres tin. Ik zet de Moltres tin eventjes aan de kant, want we gaan nu over naar de volgende tin die we hier hebben liggen. Dus, welke? Dit is de Articuno tin. Die mag jij ook openmaken. Oké. Zorg er even voor dat je abonneert op ons kanaal, want wij geven nog steeds deze vette pack weg met 50 abonnees. Dus wil jij een begin maken aan je Pokémon verzameling of vind je het gewoon cool om dit toe te voegen? Zorg er dan voor dat wij 50 abonnees halen en dan gaat deze random naar iemand toe. Yes, de tweede tin, de Articuno tin. Wederom begint dat met een Articuno promo kaart. Super mooie kaart, zijn training ziet er ook redelijk goed uit. En daar binnenin, jawel, vier booster packs van de Crown Zenith. Yes. Serie. Yes. Super tof. Begin jij nou met twee? Ja. Ik ben net begonnen. Oh, heb je dat dekseltje trouwens? Prima. Ja. Zet ik hem even hier neer. Eigenlijk hoop ik echt op Leafy in. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon vet. Yes, uit de Articuno tin. Vier packs totaal. Yanti begint met de eerste pack. Yes. Vier kaarten, jawel. En daar gaan we dan. Lightning Energy. Graveler, oh, een coole kaart, hé. Die ziet er wel vet uit, dat is een mooi artwork wat erop staat. Pokémon Catcher. Pincushion of zo, ken ik niet. Maakt niet uit. Sunkern. Bidoof. Coughing. Selendit, Purloin of zo. Purloin, Willard, Reverse Holo. En wat hebben we erachter, Yanti?
Hey! Oh. Een energy card voor holo of zo. Ja, ik denk een reverse holo of zo. Ken je niet? Is de eerste keer ook dat ik een energy card als holo kaart kreeg. Huh? Dat ziet er wel vet uit. Kan je dat krijgen? Ja, blijkbaar. Dat wist ik ook niet, hè? Yes! dat was pack 1 van Articuno Tin. Hier komt pack 2. Eén, twee, drie, vier. We beginnen met een Fighting Energy. Carnivine. Lost Vacuum. Leren. Shatot. Yanma. Ponyard. Cricketot. Shinx. Dit bleef leuk trouwens. Ja. Hey! En de eerste trainerkaart. Full Art trainerkaart. Super cool. Huh? Die, die zijn altijd mooi. En wat hebben we erachter? Een Volcarano. Volcarona. De eerste trainerkaart die we uit de kroon zien in de serie trekken. Verdient ook zeker even een sleeve. Kijk eens aan. Nu staat er wel ergens hier in. Zo. Jenti, pack nummer 3, hè? Ja. Pack nummer 3 uit de Articuno tin. Kan gebeuren. Oké, ja. Pack 3 uit de Articuno tin. Let's go. 1, 2, 3, 4. Oké. Yes, Leaf Energy. Friends in Sinnoh. Gloom, Ultra Ball, Mr. Mime, Sunkern, Koffing, Bidoof, Salandit. Hey, een op de kop trainerkaart. Dat is leuk, als reverse holo. En wat zit erachter? Oh, oké. Okay. Er was dus één kaart op de kop. En een Wailord. Dat is jammer, er zat dus geen pool in het pakje. En dan komen we bij pack nummer 4. Van de Articuno tin. Ik ben benieuwd of we hier iets uit kunnen krijgen. Het is tin. Oh ja, we hebben de full art trainerkaart. En de energy volgens mij toch? Ja, de energy ook. Maar ik weet niet of de energy echt een. Hoe zeg je dat? Geen idee. Een waardevolle pool is ofzo. Oké. 1, 2, 3, 4. De laatste tin, of de laatste pack uit de Articuno tin. Energy, Crushing Hammer, Carnivine, Rare Candy, Potion, Aron, Corphish, Energy Surge, Scyther. Haha, comfy. Volgens mij is dit ook van de Galarian Gallery kaart. Of serie, zeg maar. Ziet er vet uit. En daarachter Jan Mega ofzo. Kijk niet. Dus de kaart ziet er een beetje tof uit ofzo. Zie je dat? Hij is wel holo, maar... Ja, maar volgens mij wordt dat wel. Ik heb geen idee. Het is wel een aparte kaart. Oké. Okay. Anders zag je wel zoals deze of Glazing ofzo. Ja. Maar kan zijn dat het gewoon wordt. Oké. Okay. Dat was de Articuno tin. Ook nog deze staat nog? Yes. Zetdos. Dat was de Articuno tin. Dan komen we bij de Zetdos tin. Jenti, die mag je ook openmaken. Dank u. Hoe is het? Oké, de Zetdos tin. Met de Zetdos promo kaart. Ziet er wel leuk uit. Superleuke kaart. En daarachter de booster packs. In deze kleine tins zitten altijd 4 booster packs. Er zijn ook grote tins uitgebracht. Dat zijn de USA tins. En daar zitten 6 booster packs in.
4 booster packs. Deze zet er even hier neer. Super cool. Probeer maar 2. Ik pak de 2 middelste. Yes, en jij mag beginnen. Dankjewel. Dit was de eerste pack uit de Zapdos tin. De laatste tin die we voor deze video gaan openen. Yes, zo is het. Oké dan. Commodity is zo. Dan 3 naar voren, ja. Oh. Die mag je weghalen. Ik ben heel erg benieuwd ook. Ik hoop echt dat we gaan. Als je zo'n 4-star kaart erin hebt zitten, is de kans groot dat je een pool gaat krijgen. Komt ie, ja. Lunatone, Solrak, Starly, Switch, Execute, Love Disc, Emolga. Turtwig, dat is ook een super leuke kaart, hé. Ja, vet. Ja, leuk. En wat hebben we erachter nog? Ah, een Blossom. Oké, okay. Dan was dit dus. Dit is wel leuk. Dan was dit dus de rare kaart, zeg maar. Ik vind het wel een mooie kaart. Ja, dit is een hele mooie kaart. Kijk eens aan. Super tof. Volgens mij is dit. Als je deze bij elkaar legt. Deze en deze. Volgens mij wat dat bij elkaar, zeg maar, als je die 9 kaarten bij elkaar legt, dan heb je 1 grote artwork, zeg maar. Oh, ja. Super cool. Komt ie. De tweede pack van de Zapdos tin. Ik moet heel eerlijk zeggen, deze zit er wel strak vergeleken met de Silver Tempest booster packs. Even kijken. Die gaan aan de kant. 1, 2, 3, 4. Oké. Water Energy. Rare Candy. Luxio. Trekking Shoes. Yanma. Ponyard. Cricketot. Shatot. Mr. Mime. Reaper Holo Aggron. Oh, die ziet er wel vet uit. En wat hebben we erachter? Zerora. Helaas geen pool hierin. Wel een hele vette reverse holo trouwens. Ik vind de artwork ook wel vet. Ja. Ja, zeker. Dit zijn wel vette tekeningen hoor. Dit is dan pack 3, hè? Dat is pack 3. Oké. Okay. Ja. Ik hoop wel dat we nog iets goeds krijgen in de laatste 3. Ja, ik hoop dat het zo gaat zoals in die vorige toch. Of was de eerste waar die Rayquaza uit had? Ja, die eerste had je Rayquaza uit. Leaf Energy. Leaf Energy. Trekking Shoes. Shaymin of zo. Friends in History. Yanma. Boneyard. Cricketot. Jinx. Mr. Mime. Oh, vet. Reverse Holo Great Ball. En Volcarona. Maar kijken. Misschien in de laatste pack krijgen we nog iets, hè? Ja, ga maar die even zo. Oh, ja. Dan de laatste pack van de Zapdos tin. En tevens de laatste pack van deze video. Ik hoop dat we hier iets moois uit gaan halen. We hopen natuurlijk op een dikke afsluiter. Ja. 1, 2, 3, 4. Darkness Energy. Carnivine. Lost Vacuum. Leron. Sunkern. Koffing. Bidoof. Salandit. Purloin of zo. Reverse Holo Salandit. En als laatste kaart. Ik weet niet wat dit is. Een schaap of zo. De woe. Ken ik niet. In ieder geval, dat waren alle pools uit de tins. Uit deze tins. Totaal 3 opengemaakt.
We hebben wel veel pools. Ja, ik zal nog even alle kaarten laten zien wat we totaal hebben gekregen. Oh, deze heb ik denk ik niet met die andere tin gehaald. Nou, maakt het niet uit. De third wick. Comfy. Fire Energy. De Glacian V. Superleuke kaart. Fenty getrokken. Solrock. De Full Trainer Art. Ook een vette kaart. Natuurlijk de Rayquaza. Ik denk dat dit wel wat waard is, maar dat gaan we zo even uitzoeken. Cool. Super mooie kaart, heeft Yenti ook getrokken. En de Radiant Jayabuk. Dat was hem voor deze video. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, want wij gaan deze blister pack echt weggeven bij 50 abonnees. Ja. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Ja. Yo! Ja.